Het jeugdparlement onder voorzitterschap van Priya Sital heeft de afgelopen periode niet goed gefunctioneerd. Dat zegt Sampi Edgard, jeugdparlementariër uit het district Sipaliwini. Volgens Edgard heeft 90% van het jeugdparlement zich laten leiden door de politiek. Belangrijke standpunten die ingenomen moesten worden zijn vanwege de politiek achterwege gelaten. Edgard geeft het huidige jeugdparlement een 5. Als individu bij het jeugdparlement ben je eigenlijk een zand in het woestijn. Ik heb wel artikelen geschreven, ik heb wel interviews afgelegd om de gemeenschap te informeren over de situatie binnen het jeugdparlement. En dat er heel snel, zo snel als mogelijk een oplossing moet komen aan de situatie. En dat we niet zo verder gaan, omdat er moet een instantie zijn waar jongeren echt onafhankelijke meningen kunnen geven. En waar jongeren echt kunnen opstaan en zeggen van hey, dit is de stem van de jongeren en dit is de mening van de jongeren. En als ik dat niet heb gemerkt bij het jeugdparlement, dan zeggen van nee, dit is er niet, er moet een big change komen. En die big change zal er komen als de jongeren op 8 februari stemmen voor een heel andere groep dan wat er is. Een andere groep, welke groep bedoel je? Kijk, ik bedoel voor andere jongeren, jongeren die echt hard hebben voor het werk en jongeren die echt met hun hart zitten op de juiste plek. En jongeren die zeggen van hé, wat de politiek ook mag doen, ik zal dus de stem van de jongeren blijven. Sampi spreekt de hoop uit dat bij de komende verkiezingen voor een nieuw jeugdparlement de jongeren zullen kiezen voor kandidaten die zich niet laten beïnvloeden door de politiek. Hij zegt dat hij op zijn manier kiezers zal adviseren om te kiezen voor kandidaten die de belangen van de jongeren daadwerkelijk zullen behartigen. Kijk, zoals altijd gaan er groepen komen. Er gaan groepen zijn waar, dus landelijke groepen, jongeren die landelijk gaan bewegen en als één eenheid naar de verkiezingen gaan. Ook zijn er individuen, er gaan mensen individueel naar de verkiezingen. Maar de werkelijkheid heeft uitgewezen dat de groepen zijn die als winnaars uit de bus komen. Mensen die als groepen gaan, en zijn die mensen die de verkiezingen winnen. Precies zo heb je politieke partijen die komen met groepen. En als de jongeren ontdekken, ik hoop en ik wil dat de jongeren ontdekken. En ik zal ze ook zeggen van, hey, kijk, die groep is een vieze groep. Niet stemmen op die groep. Omdat welke groep? Ik ga ze nog zeggen. Jeugdparlementariër Sampi Edgard. We spraken hem over het huidige jeugdparlement en de verkiezingen voor een nieuw NJP op 8 januari 2017.